Nu in Get Owned. Ik ben echt niet blij, man. Maar een beetje ideeën van andere mensen afpakken, ja, dat ga ik gewoon niet goed keuren. Ik ga niet ideeën afpakken. Oké, dan krijg ik 0 punten. Nou, oké, dan maar 0 punten. Dit is Get Owned 2017. Ik ben al in mijn ritme. Ik weet gewoon van, oké, het is 8:30, ik moet opstaan. Wow. Jullie hebben bij elkaar geslapen? Dat is goed, jongens. Ik heb een joker in. Welke joker? Ik heb toch geen joker? Nee. Wat we gaan doen, we gaan zo direct gaan met die kant op dribbelen. En we gaan een stiltemars halen. Ja? Een stiltemars. Een stiltemars betekent dat ik niemand wil horen. Ik wil dat jullie je als een team gedragen en hem meetillen. Als ik iemand hoor giechelen, een hele groep 5 push-ups. Oké, ik wil dat jullie allemaal kwartslag naar rechts draaien. Voorste 2. Gaat Diesto als eerste dragen. Zo, ik kruis. Ja, zo. En moet hij erop springen. Echt? Ben je dik? Ja, hè? Ja. Oké, tweede poging. Vijf push-ups. Zag ik een team. Ik heb het gehad over unique talents. Iedereen stuk voor stuk talent heeft. Met talent win je een wedstrijd. Maar als team word je kampioen. En jullie hebben zojuist laten zien dat je als team kan samenwerken. En dat vond ik echt klasse. Dat meen ik serieus. Heb je toevallig 50 cent? Nee. Kak. Kijk dan. Sessie screen, man. Kijk. Ben je aan het oefenen? Ja, man. Ik wil winnen, man. Ik wil die prijs. Wat is de prijs dan? 50 cent. Doe even je gekste move. Chesto, je hebt een gebroken teen. Doe het niet. Doe het niet. Je hebt een gebroken teen. Hoi. Hoi. Hey man. Hey man. Heb je al 50 cent? Deze Chinees, man. Hey man. Hij kopt gewoon een muur door, man. Ga hard hoofd. Ik heb ook echt een hard hoofd in vanavond. Zo zit je in te zoomen omhoog. Nee. Ik zie die lens toch gaan. Yo guys, welcome to this new vlog. Yo YouTube. Philosophy hier. Vandaag gaan we pack opening doen. Vandaag een nieuwe vlog. Acid vlog. Wat is kapie? Hey Joe. Kom, Rijk, kom. Rijk, wat heb je gedaan? Snel, Rijk. Wat heb je gedaan, Rijk? Wat is dit? Dit is bewijs dat het water is. Jongens, wat gaan we doen? Weet ik niet. Draai ze om. Ja, omdraaien. Die andere kant. Wat is er niet? Voor we zijn met twee, man. Wij twee, we killen die challenge. We killen die challenge, maar dat is niet eerlijk voor de rest, man. Dat is niet eerlijk voor de rest, man. Kijk naar John. Kijk naar John. Kijk John man. Erik, man. Kijk John Erik. Hé, man. Het spel is begonnen. Ik ben fucking benieuwd hoe ze het gaan doen. Ze gaan dus niet samenwerken. Ik zeg, Chrome moet die kant al op gaan. Wouter zit daar. Er zijn er maar 10 diamanten, dus ik ben heel benieuwd wie ze gaat pakken. Wat ben je aan het doen, Wouter? Ik ben aan het rennen, man. Yo, Wouter, wil je nog een tip? Ja. Daar ja. Moet je straks het kleine steegje links pakken en dan rechtdoor gaan. Dat is de enige tip die je mee kan geven. Meen je dat serieus? Ja, serieus. Oké. Als je hier rechts gaat, moet je gelijk links, klein steken. Daar zijn 3 diamanten. Echt serieus? Ja. En die zijn nog niet gepakt? Nee. Het is gewoon bullshit, ik luid ze helemaal in de tuin. Dit is gewoon eigenlijk wat ik de hele tijd doe. Ik probeer ze gewoon helemaal de verkeerde weg in te wijzen. Ze moeten ook gewoon niet luisteren naar mij. Dat ze na een week nog steeds niet hebben geleerd, snap ik ook niet. Hij heeft ook gewoon echt geluisterd naar mijn tip ook, hè? Wat een sukkel. Yo, gasten. Hallo. Hebben we er zin in? Ja hoor. Ja. Ja? Ja. Hey gasten, willen jullie nog een tip van mij hebben? Ja. Auw! Wat doe je? Oké, luister. Je moet hier terug. Ja. Ga jij gelijk naar rechts en dan weer naar links. Dat is een smal steegje, daar zijn 3 diamanten. Gelijk naar rechts? Yes, naar succes. Thanks, maar je bent me helpt. Heb je deze al gepakt, die of niet? Heb je er zin in om tegen Chester te strijden? Ja, Chester wil samenwerken, maar... Fuck you! Nee, grapje man, we gaan gewoon strijden. Luister, wil jij morgenochtend nog wakker worden? Broer, die gaat strijden toch? Ga mee! Wil je nog een tip? Hier zitten er nog 2, of niet? Misschien, mag ik niet zeggen, maar wil je een tip? Vertel. Aan het eind van de gang, ergens zit daar de Samsung tablet. Daaronder zit in ieder geval 1 diamant, 30 centimeter eronder.
Oké. Dus ga naar de Samstappen, dat is deze kant op. Oké, duidelijk? Zo. Eerst deze diamant. Weet je het zeker dat je het zo doet en niet nu? Want ik ga Chester zo ook deze tip vertellen. Oké, man. Nee, hier zijn er nog twee. Nou, fuck dat, ik wacht gewoon. Hier zijn er nog twee voor de exit. Dus bij de Samsung tablet zit een diamant, hè? Oh ja. Duidelijk? Oh ja, Captain. Het is echt ongelooflijk hoe ze er elke keer maar bij in blijven trappen. Ik vertel eens even, wat is er gebeurd? Ik ben genaaid. Toen. Hey! Sorry. Ik had zeg maar 0 punten. Omdat ik dus zocht. Als er geen 1. Ja, als geen 1. Maar... Oh, echt geen 1. Heel bijna. Oh, dat is echt kut. Dat is echt heel pijnlijk. Maar het is ook wel pijnlijk om 8 plekken aan te zetten. Maar oké. Doe ik zal nog niet laatste. Vijfde! Easy! Zesde! Nice. Ik gun hem mijn matties. Nice. Top 3, man. Mattie, hoeveel sta jij? Ik sta 1, man. We gaan vakantie houden. We gaan vakantie houden. Gio, waar sta jij? 8e, man. Weggestegen. Kijk, ik heb niet meer 50 punten. Ik heb nu 150 punten van de Real Life Challenges. 6e, brada. Ik sta 4e. Best wel goed, man. Ik ben best wel blij, man. 7e. Ik ben echt niet blij, man. Zeggen jullie niet gewoon happy birthday in het Engels? Oké, volgende week is de finale van Get Owned. Maar de jongens kunnen nu nog bonuspunten verdienen. Wat is namelijk aan de hand? Ze hebben gisteren echt van alles gesloopt, van alles vies gemaakt. Ja, het is gewoon één gore teringbende. Dus ze krijgen nu de kans om en hun shit gewoon schoon te maken en 50 punten te verdienen. Yo! Morgen is de finale, maar vandaag kunnen jullie 50 bonuspunten verdienen door je kamer samen met je teamgenoot op te rommelen. Ik had daar al gedacht toen ik naar beneden ging. Hier is de shit, de handschoenen zitten hierin. Ik laat het op de tafel. Over een uur ga ik iedereen zijn kamer bij langs. Degene met de schoonste kamer krijgt 50 bonuspunten. Right, ik ga niks opruimen, of ik haal die bonuspunten. Er zit niks in het midden. Geef nu alles! Ja, we moeten dit doen! Kijk, we hebben toch toegegeven, we hebben die 50 punten nodig, man. Kom eens even kijken wat voor klus we moeten doen. Dit is niet eens onze troep, hè? Deze shippies. Gast. We liggen hier gewoon allemaal flessen. Hier, allemaal cola flessen hier. Jouw schoen staat daar op het dak, waarom? Waar staat jouw schoen daar? Waarom? Snap je? Wat is hier gebeurd? Er ligt hier geen eten verder op de grond. Maar ja, kijk, als je daar kijkt, daar liggen handdoeken en hier ligt gewoon kleding van mij. Dus dat ga ik gewoon nu snel netjes opruimen. Gast! Ik ga niet nog een terug. Hé, ik heb je tas. Kijk nou, jongen, grappie. Hé, hey, grappie, hey, grappie. Hebben we nu alles? Hé, hey, man. Ai. Wat zie je aan het doen? We zijn aan het opruimen. Opruimen? Voor 50 bonuspunten. Nee, echt? Waarom ben je naakt ook? Ga even die kamer uit hier. Ja, de mannen doen wel echt moeite. Rijk daartegen vind ik echt de slechtste schakel in dit pad. Grappie, man. Hé, man. Hoe komt dit op onze kamer? We zijn alles in de kast aan het stoppen. Zij hebben het echt flink. Maar Matty staat op nummer 1, dus die gaat alles doen om daar te blijven. Dit is een onderbroek van iemand blijkbaar. Iemand heeft gewoon zijn scheidonderbroek in onze douche gelegd. Want iedereen dumpt zijn onderbroek hier. Met allemaal scheidvlekken erin. Hey sir, ik ga mezelf opofferen en ik ga bij hun helpen, ja? Jongens. Wat heeft het ook vies gemaakt, hè? Ik ben even de douche aan het schoonmaken met een vaatdoekje. Wat is het? Een washandje. Het moet shine, hè? Ik heb hem ook aan. Pak je onderstuk aan. Moet deze koffer dicht of is het zo oké? Okay? Doe maar dicht. Kom maar dicht, ja? Leg die dicht weg van deze. Het is alles recht. Chester is echt veel fanatieker dan dat hij in de real life challenges is met het schoonmaken. Het ligt hem wel. Zullen we even naar weer als de kamer gaan, hè? Nee, sorry, joh. Gaan we die even beoordelen. MTV Cribsta, kom binnen. Nou, Veras mag niet naar LA. Wat een bende, moet je kijken, man. Zelfs ook in het raam. Hoe slaat deze? Kom uit mijn kamer, jongens. Wil je meer punten? Oprotten, nu. Nee. Er hangt zelfs een handdoek daar aan de kast. Is er iemand klaar? Ja. Over 10 minuten kom ik alles checken. Maar,
Je kan nog 20 meer bonuspunten verdienen. Maar wat? Dat is als volgt. Er zijn 2 wc's beneden. Nee, maak die. Wat? Oké, okay, laat die 20 punten. Wat is er? Nee, wij willen die punten. Ik ga die wc's gewoon maken, kom maar. Dus welke wc is dit? Beneden bij de keuken. Mama, als je dit kijkt, is een uitzondering. Als mijn kamer... Zeg maar, mama. Ja. Ik heb nog niet gepoept hier zo. Ik heb hier nog niet gepoept. Echt niet. Ik heb wel alles al gekot. Maar heb je niet gepoept? Nee. Ik heb geen dag. Hè? Geen dag. Nee. Waarom wel? Nergens. Is het erg dat ik het niet gelijk weer vies maak? Ik moet echt schijten. Yeah, boy. Kom maar. Waarom kopen jullie niet binnen? Alles hier is opgeruimd. Wat zullen jullie vertellen? Ten eerste ruik. Ruik. Ruikt goed, hè? De ramen zijn gelapt. De ramen zijn gekijkt. Nee. Ja. Kijk maar. Ramen. Kijk gelapt. Man. Kijk de badden. Alles legt weer zoals hij zei. Schoonmaak hoedje. Yo, gast. Ik ga naar wc nummer 3. Hey, gauw. Gauw. Laat wel van zijn kamer. Er ligt er allemaal pis op de grond hier, hè? Dit is beter dan wat we aangaan. Jij fixt de pis? Het is zo leuk dat Chesto dat doet. Hij heeft helemaal niks aan, maar hij vindt het toch niet. Zo mooi. Maar het is wel leuk dat hij doet. Wat? Lekker big. Hoeveel punten heb je al verdiend, Chesto? 60 met alleen wc's al. Zie je toch? Hier loopt de pis gewoon over de rand heen. Nou, dat ligt op de grond dan ook, hoor. Nee hoor. Even één keer voor camera. Hoeveel punten heb je nu verdiend? 60 met alleen wc's gaan maken. Je kan nog 20 meer bonuspunten verdienen. Maar wat? Dat is als volgt. Er zijn 2 wc's beneden. Op naar de volgende en daar zit Gio nog te kakken, geloof ik. Dus je gaat nu voor de hoeveel punten? 80. Stel je even voor. Ik ben Jacqueline van de productie. Onze lieve Chesto denkt dat hij dus nu 60 tot 80 punten kan verdienen. Maar Veres heeft heel duidelijk gezegd 20 in totaal. Jammer. Jullie moeten nu allemaal even op je kamer zitten. Ook de manier hoe je zit op je kamer levert bij aan de prestatie. Goed, de tijd is om. Alle kamers zijn nu geboend, geveegd. De jongens hebben echt hun best gedaan. Maar er kan er maar 1 voor die 50 bonuspunten gaan. Dat ruimt, lekker. Goed, we gaan naar de eerste kamer. Hallo? Mag ik binnenkomen? Kijk, de manier hoe ze met mij omgaan, dat levert ook uiteindelijk het eindcijfer op. Mannen? Hey! Gast! Blijf lekker liggen. Oh, oké, thanks. Ja, we willen niks meer vies maken, dus we gaan hier maar liggen. Ja. Alles is zo schoon dat wij zelfs op de grond willen liggen. Er zit nog wel wat viesgeit in de vaas. We hebben niet aan de vaas gezeten. Nee, maar de vaas is niet schoon. Oké. Zo, dit ziet er goed uit. De presentatie is top. Okay. Het raam staat open, dat is een beetje raar. Dat moest. Frisse lucht. Nee, dat was echt verplicht. Dan zou je moeten raam openen. 8,5 en een eye over de bol. Thanks. Dat is een keurige cijfer. Dat is, ja, ik ben echt trots. Daar kun je meest afsturen. Jullie hebben echt je best gedaan, alleen wat ik wel echt mis, stofzuigen. Nou, die kraan die dan net niet recht stond, die kussen zomaar in het kast flikkeren. Mag ik binnenkomen? Het is wel een beetje donker hier. Ik heb gewoon mijn zonnebril opgedaan, zo blinkt het hier, hè, weet je. Ja, wat is het nou, jongens? Oké, dat shirt, dit kan ik waarderen. Ik moet zeggen, ik ben niet echt onder de indruk. Ja. Laat ik zo zeggen, voor de situatie waarin jullie zaten, ga ik jullie een 7 geven. Hey, even stil, de baby slaapt, man. Even stil, de baby slaapt, man. De baby slaapt, man. Laat hem even slapen. Dit is onze kant. Als je goed ruikt, ruik je de aroma's, man. We hebben de ramen gelassen. Dat is mooi. We hebben alle kleren teruggelegd zoals ze lagen. Hoe is de badkamer? Nou, perfect. Wat is dit hier? Zee, man. Om te wassen. Ja, maar dit is rommel. Nee, dat is afgebroken toen. Nee, ja, nee, niks. Dit was kapot. We kunnen toch geen douche vermaken? Dit is rommel. Nee, dat was kapot toen je hier toe kwam. Waarom ligt hier een stekker? Omdat jij die net hebt uitgetrapt toen je in de badkamer liep. Ja, oké. Kijk, die sfeer verleggen. Dan moet je dat toch niet neerleggen? Jawel, er is geen stopcontact bij dit licht. Maar je hebt het baby bang gemaakt, man. Ik heb een hoofddoek om. Wat is dit? Waarom zit hier een monitor? Dat die kapot was daarin gedropt. Ik heb dingen gezien. De presentatie is perfect. De douche. Mwah. Ik ga jullie een 9.2 geven. Goed. Dat is keurig. Nee. Wat is dit? Je
been expected. Niet van ons. Niet van ons. Dit lag daar. Ja, ik ga hier niet eens naar binnen. Hey. Hey. Mag ik binnenkomen? Ja, Chesto is wel hier? Ziek. Ik zie al gelijk een draadje. Chesto is wel ziek, hij is al de hele dag aan het overgeven. Ja. Okay. Maar we hebben alle kots opgeruimd. Kijk, mijn eerste indruk een beetje als ik hier zo loop is prachtige kamer. Maar een beetje het ideeën van andere mensen afpakken, ja, dat ga ik gewoon niet goedkeuren. Ik ga wat jullie, voor ideeën afpakken? Ik ga jullie een 7 geven. Ik wat voor baby? Drie wc's schoongemaakt, gast. Wat voor baby? Wie heeft er nog weer een baby? Wat? Waarom heb je wc's schoongemaakt? Voor extra punten. Wel, wie heeft er wie zei dat? Was Hanwee een deze baby? Deze tyfuslaaier zei dat. Motherfucker, is Hanwee ook een baby? Luister. Luister, ik ga jullie een 7-2 geven voor deze kamer. Maar jij krijgt 20 punten voor de wc's. Ja, ga niet akkoord, man. Ik heb 3 wc's schoongemaakt. Oké, dan krijg je 0 punten. Nou, oké, dan maar 0 punten. Ik heb fucking 3 wc's schoongemaakt, gast. Ja, het was 20 punten voor 3 wc's. Nee, nee, nee. Er is me ook iets opgevallen. Chesto hier, die heeft 3 wc's staan. En daarvoor kom ik toch even op terug. Je krijgt van mij 40 punten. Deal? Ja. Goed? Nee, nu gaat hij over. En de winnaar, want ik moet ook zeggen, Matty en Gio, jullie hebben ook keurig je kamers van. Ik dacht, echt een moeilijke kamer. Ja, we hadden 3 avonden. Ja. We hadden ook iets. Maar er zaten wel wat slordigheden in. Ja, bij ons. En daarvoor ga ik Nathan en Hanwee de prijs geven. Aai man, lekker. Krijgen we allebei 50 bonus. Aai, Gucci man. En voor de rest, Rijk. Ja, het is oké. 0 punten hebben is oké. Luister, morgen hebben we een gameplay. Wat is het? Pose. Ah, deze man. Kijk dan. 0 punten. Laat de dag in het water kan. Hij is niet eens grappig.